je maar het afstemmen op Unmute. Nou, we gaan op zoek naar de menselijke connectie, zeker na 365 dagen in de lockdown. Wat zijn de verhalen van onze tafelgasten? Wat hebben zij de afgelopen tijd gedaan? Niet op het gebied van technologie, maar echt gewoon op het persoonlijk vlak. Wat voor impact heeft het voor hun gehad? En hoe gaan wij zeg maar op die dag dat een mooi podium geven? En ik heb er gewoon wijs zin in, want het zijn echte verhalen. Dus weg van die koude verbinding, terug naar dat heerlijke warme met elkaar in gesprek. Welke bijdrage lever jij voor de toekomst? Ja, een grote vraag, maar concreet antwoord. Ik ben natuurlijk directeur van de NCD. En NCD is een vereniging voor directeuren-commissarissen. En wij leveren bijdrage in de vorm van leren, inspireren en reflecteren. Nou, dat klinkt natuurlijk heel algemeen. Ik maak het graag concreet aan tafel straks hè, bij Unmute. Ik heb er heel veel zin in. Wat hoop jij uit het evenement voor jezelf te halen? En wat hoop je voor de kijkers dat eruit komt? Ik kijk vooral uit naar de nieuwe ontmoetingen van mensen in dezelfde sector als waar ik in te werk gesteld ben. En ook om te kijken hoe dat de collega's deze hele pandemie ervaren en hoe dat we verder vooruit kunnen kijken samen. En voor de kijkers hoop ik dat zij meer te weten komen over hoe dat wij thuiswerken ervaren, hoe dat wij die nieuwe maatregelen ervaren en ook hoe dat wij de toekomst zien. Wat is jouw drijfveer om in deze toch wel lastige periode continu positief door te kunnen gaan? Waar ik zelf enorm veel energie van krijg en heb gekregen, is het feit dat wij als technische leverancier sneller bepaalde zaken tot realisatie hebben kunnen zien worden. En we waren natuurlijk al wat langer bezig met bijvoorbeeld hybride evenementen. Hoe kunnen we dat gaan integreren in de normale evenementen? Ja, en vorig jaar moesten we gewoon met z'n allen.